als je gaat planken, sla je de plank mis. Tenminste, als je als voetballer je duelkracht wil verbeteren. En in deze video ga je ontdekken waarom dit zo is en hoe jij met praktische tools, tips, tricks en handige oefeningen jouw duelkracht gaat verbeteren. Je zal je misschien nu wel afvragen, goh, die plank heb ik zelf ook wel eens een keer gedaan. Nou, ik kan je alvast geruststellen, de oefening op zich is geen foute oefening. Maar als je hem gaat plaatsen in de voetbalcontext, word je niet geprikkeld zoals je zou moeten geprikkeld worden. Het is namelijk een hele voorspelbare oefening en de voetbalcontext is juist heel onvoorspelbaar. Dus, oftewel samenvattend, de oefening moet eigenlijk aansluiten op wat er van je wordt verwacht in het voetbalveld. En dat moet je dus ook prikkelen in de training die je gaat trainen. Als we nu verder naar de plank gaan kijken, zie je eigenlijk dat het zoals ik net al zei, een hele voorspelbare beweging is. Er wordt vanuit de voetbalcontext vaak gekeken naar, oké, de oefening op zich, we gaan hem in de gym trainen, we gaan 60 seconden hem vasthouden en dan gaan we ervan uit dat die duelkracht dus ook verbetert. Dus dat je in het veld die robuustheid kan creëren vanuit de romp. Echter, als we dan gaan verdiepen op de voetbalcontext, zien we dat die contractie op de manier dat je hem traint vanuit een statische plank, dat hij niet geprikkeld wordt zoals hij in het veld van je verwacht wordt. Want vraag je nou eens af, hoe vaak komt nou zo'n statische contractie, dus samen knijpen van de spier, in het voetbalcontext naar voren? Ik kan je alvast een antwoord geven, die komt niet voor. En al kwam die voor, dan kreeg je van de tegenstander echt niet die tijd om je core eerst vast te zetten. Oké, probeer nu maar de bal af te pakken. Dat gebeurt niet. Dus zorg dat je traint, zoals het in de wedstrijd, ook op je pad komt. Goed, nu hoor ik je denken, hoe kan ik dan wel goed als voetballer aan mijn duelkracht werken? Nou, in de volgende video's, in de volgende shots ga je ontdekken met welke oefenstof jij in duelkracht kan werken. Nou, wat we al zeiden, heel belangrijk, die onvoorspelbaarheid moet daarin terugkomen. Nou, dat kan zowel in de gym als thuis of misschien ook wel in een duo. Dus ga met je trainingsmaatje deze oefeningen zeker uitproberen. Heel veel succes! Hier zie je een oefening die je met z'n tweeën kunt uitvoeren, waar de ene springt en de trainer of trainingsmaatje probeert hem uit balans te brengen door hem een setje te geven op zijn arm of schouder. De speler probeert zo goed mogelijk te landen na het kort uit balans zijn, wissel uiteraard ook van kant. Hier zie je nogmaals een duo-oefening waarbij de speler zichzelf opvangt op één in plaats van twee benen, nadat hij onverwachts uit balans werd gebracht door een setje in zijn rug. Dan een oefening waar je een miniband of elastiek voor nodig hebt. Je trainingsmaatje trekt onverwachts aan het elastiek, waardoor de speler zijn romp weer opnieuw stijf moet houden en de weerstand tegen moet gaan. De speler probeert het elastiek continu weer naar het midden te brengen. Hier zie je de pull-off-press. Maak het elastiek vast aan een hek en breng het elastiek naar je toe en beweeg het explosief van je af. Het elastiek wil jou richting het hek bewegen, maar jij zet je romp stijfheid in om deze weerstand tegen te gaan. Wissel uiteraard van kant. Goed, dan nu wat oefeningen die je ook in de gym kunt uitvoeren. Zo zie je hier bijvoorbeeld de Swiss Ball Fight. Een goede oefening om ook te werken aan je duelkracht. Je trainingsmaatje probeert je met een grote fitnessbal weg te duwen, maar jij zet je kracht tegen de bal, houdt je romp stijf en zorgt ervoor dat je controle houdt over de bal. Een andere goede trainingstool om in te zetten zijn de producten van Ultimate Instability. Waarbij het water in de aquabag onverwachts alle kanten op gaat en jij jezelf in balans moet houden. Check de link in de beschrijving om met korting jouw aquabag aan te schaffen. Hier zie je nogmaals de pull-off press, maar nu in de gym en op twee benen uitgevoerd. Deze is in elke gym wel uit te voeren als je een pulley tot je beschikking hebt. Belangrijk om je romp stijf te houden terwijl de machine jou de andere kant op wil trekken. Belangrijk, breng het handvat of in dit geval het touw naar je toe. Beweeg explosief van je af en span je romp aan. Ga met gestrekte armen terug en herhaal. Doe deze oefening uiteraard ook weer aan beide kanten. Goed, ga aan de bak met de oefeningen. Implementeer ze. Train ze met je trainingsmaatje of natuurlijk zelf in de gym of thuis. En verbeter jouw duelkracht als voetballer. Heb je nou genoten van deze video? Abonneer hieronder en dan zien we je heel graag terug in de volgende video.